Vrienden van de video, goedemorgen. Er is mij vandaag gevraagd om de student welcome voor 60-plussers te organiseren. Een rondleiding voor alle studenten in hun nieuwe, verse studentenstad Gent. Ik zal er even mijn lijst bij nemen van alle 60-plussers die zich hebben ingeschreven voor deze leuke begeleide trip. De Celle Jozef. Ja. Bent ik ben u? Hier. Dat ben ik. Blij dat je er bent. Dank u. We gaan naar daar. Oké. Okay. Jos, je bent 64. Je hebt 45 jaar gewerkt voor de NMBS. En nu mocht je eindelijk op pensioen en je begint geschiedenis te studeren. Waarom? Als ik op pensioen gegaan ben op 1 februari, was het voor mij bijna een evidentie dat ik mij intellectueel zou gaan engageren in een studie. Je hebt gekozen voor geschiedenis. Dus ik stel me dat dan voor. Jij zit hier dan met allemaal 18-jarigen. En vinden die dan niet raar dat er een 60-jarige in hun klas zit? Ze zeggen het toch niet tegen mij dat ze het raar vinden. Misschien zeggen ze het tegen elkaar. Misschien wel, maar ik heb toch niet die indruk. Ja. Ook de profs niet, hè? Absoluut niet. Oké, zijn we weer verder met de trip? Stel, een student die nooit in de les zit, echt een notoire brosser, vraagt aan u om uw notities over te nemen. Gaat je ze geven? Nee. En voor 50 euro? Nee, zeker niet. Dan zeker niet. Lessen zijn er om naartoe te gaan. En als je niet naar die lessen gaat, zonder enige rechtvaardiging, dan heb je geen been voor op te staan. Ik ga naar elke les, principieel. Jij gaat nooit brossen. Dat is formeel, en ik verhef mijn stem, uitgesloten. Formeel uitgesloten. Het is hier druk, Jos. Dit is de volgende stop, de Overpoort. Ga ik u hier vaak vinden, dit academiejaar? Ik denk het niet. Nee? Nee, ik zou wel op café gaan met een paar collega's studenten. Maar je houdt wel van muziek, hè? Absoluut. Hoe zit het met de muziek van de jeugd, van uw medestudenten? Ja, het brengt u met twee voeten op de grond als je hoort dat sommige mensen, zoals de Beatles of Paul McCartney, niet kennen. Ik val dood als iemand als antwoord geeft, ja, maar dat is wat voor mijn tijd. Linde, doe het niet, want ik spring uit mijn vel. Ik zeg het niet. Maar dan is ongeveer alles van voor jouw tijd. Hè? We gaan iets drinken, hè? Ja, daar. Laat ons klinken op je kleintje. Ja, dank u. En op uw academiejaren, ja. Een 18-jarige is toch met andere dingen bezig dan jij, Jos? Ja, ik denk dat de natuurlijke drang van de mens niet verandert, hè, op 50 jaar tijd. Dus ik denk dat ik als 18-jarige was zoals de 18-jarige nu. Alleen, er zit toch een nuance op. Ik denk dat het vrouwelijk schoon vroeger die lelijker was dan vandaag. Maar ik denk dat er vandaag meer etalering is. Ik verwijt dat niet, hè, want dat is de geest van de tijd en dat is allemaal oké. Okay. Maar soms zie ik hier wel jonkvrouwen lopen. Van waar wie dat zeg, je niet omheen kunt. Don. Allemaal studentenkoten hier, Jos. Ja. Heb je het al overwogen om op kot te gaan? De charme van een beschimmelde badkamer delen met 7 andere studenten, pasta pesto elke dag, dat hoort er toch een beetje bij. Ik zou er moeite mee hebben om mij daar opnieuw aan te passen. Snap ik wel. De stop waar we gaan eindigen is een hele belangrijke. Dat is de plek waar elke zichzelf respecterende student toch minstens 1 keer per week dineert. Een kleintje met mayonaise alstublieft. En een gewone curryworst. Jos, er zijn zeker plus 60ers die aan het meekijken zijn, die misschien ook getwijfeld hebben om opnieuw te gaan studeren. Heb je een boodschap voor hen? Doen. Voor de prijs van een kleine vakantie word je een gans jaar ondergedompeld in cultuur, in kennis, in wetenschap. Je hebt een gans jaar vertier. Je moet er wel iets voor doen, maar ook dat is leuk. De studie is leuk. Doen. Go for it. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, when they were singing so happily, were joyfully, oh playfully watching me. And then they sent me away to teach me how to be sensible, how logical, how clinical. Ik kan toch nog goed mee, hè? Prima, Linde. Schitterend. Yes. Het is nogthans van voor mijn tijd, Jos. Ja.